Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Eindelijk is het zover. Het is december. Vandaag zijn we in Polen. We trappen vandaag december af met Polen-video's. Achter mij de markt in Polen. En ik denk dat jullie heel erg benieuwd zijn, net als ons, naar wat je hier nu allemaal nog kan verkrijgen. Eerst wil ik jullie even iets heel zieks vertellen. De PTD-torch, jongens, is weer op voorraad. En geloof me, vorig jaar was die binnen een dag uitverkocht. Dus wees er snel bij. Pyroteamdelft.nl. Jullie zijn echt de gelukkigen op het moment dat jullie deze nu nog op voorraad zien. Want vorig jaar, jongens, binnen een dag uitverkocht. Dit is hem, om jullie hem even beter te laten zien. PTD. En aan de bovenkant ook PTD gegraveerd. Zo doet hij het. Dus dan kunnen jullie hem in ieder geval ook bestellen. 1 december vandaag en daardoor wilde ik deze gewoon beschikbaar stellen voor jullie. Pyroteamdelft.nl krijg je hem gesield in zo'n doosje. Op is op, jongens. We gaan nu even naar de markt, kijken wat ze nu nog hebben. Want we zijn hier een jaar geleden voor het laatst geweest. We zijn nu met z'n vieren. De komende dagen komt in ieder geval wel de Polen vlog uit, dus dan kunnen jullie die gaan zien. Ik weet wel dat het hier heel moeilijk was met filmen, man. Dus ik hoop dat we wel wat mogen filmen of iets kunnen filmen. Gewoon even wat fixen, joh. Ja, precies. Ja, jongens, moet je kijken. We zijn nu bij de markt en daar staat dus gewoon een hele pallet met Jorgen cakes. Roman candles. Alles. Besef, we zijn hier dus gewoon op de markt. En gewoon buiten, terwijl het kan regenen, staat hier een hele pallet met Jorgen cakes. Dus het eerste stuk waar we komen, zie je al vuurwerk. Hé, hey, dat is nieuw. Roze lont. Dum-dum hebben toch 5 gram. En dit is dan wel die zonne-CD, toch? Nee. Oh. Hier gaan ze waarschijnlijk alles met vuurwerk doen, man. Vaak zijn er van dat soort winkeltjes aan de zijkant en die verkopen dan net 1 pakje nitraat of zo. Alleen moet je wel echt uitkijken met filmen. We zagen net al dat winkeltje. En dat was echt leuk. Dat ene winkeltje had gewoon die pallets buiten staan. Maar ik zag zo een beetje kijken, hè? Van niet veel mensen. Dus, ja, jongens, zoals jullie zien, we zijn op de markt. En hier is echt een hele goede winkel. Firewerk hier, alles legaal. Mooie cakejes, grote blokken. Hoe leuk is dit? Die was 70, hè? Die wil ik euro. Hoe? 70. 70. Wat is hoeveel? 70. 70. 70? 60. 60 toch? 70. Oh. Ik twijfel wel of we het moeten doen, man. Ik vind het wel van mag een andere tijd. Ja. En deze heb je ook. Moet je kijken wat voor groot ding, gek. Hadden we ook met de auto nu dus niet, hè? Wie veel prijzen? Mag gaan. De editie is andere prijs. Zo, maar geef voor ons een andere prijs, jongens. Dit zijn die Salut Roman Candles. Salut, right? Nooit. Is dit Salut? Dit is die Salut die we ook in, ook in Tsjechië hadden. Mooie knallers. Kometenbommen heb je hier ook nog, jongens. Want ik weet dat heel veel mensen deze ook afvragen. Heb je die dan nog in Polen? Nou, hier heb je het antwoord. Die zijn zo goed, hè? Kometenbommen heb je hier nog. Ja. Jezus, wat hebben ze hier allemaal, man? Wat is dat? Pijlen? Ja? Zo, die moeten we ook nemen, man. Absolute Scream. Die moeten we nemen, man. Ja? Zal ik vragen of doe? Nou, doe die er maar bij. Gewoon. Ja? En deze buizen hebben we ook even gehaald. 10 euro. Hoeveel is dat? Deze hebben we ook genomen. De Dracula. Maar het is een hele aardige shop hier zo. Ja. Het zit hier zo op dit stuk. Mooie pijlen. Zo, oké, okay, deze. Jezus Christus. €66. Het is wel echt een dik ding, hoor. Maar ik zeg eerlijk, als wij die rode Scream hadden, had ik hem wel gedaan, denk ik. Hey, het is artisch met dat. Oh. We hebben nog nooit zoiets gehad. Hey, luister dan. Wonderbaar. Google had het. Als we wel vast zetten. Die nemen we. We hebben dus even wat tasjes gescoord. Hier loopt ook iemand met een blok. Let's go verder. Even kijken, hier naar rechts, man. Daar heb je die andere winkel. Let's go. Als je even daar naartoe filmt, komen we net van de markt af. Laten we maar eventjes naar de auto gaan. Laat ik jullie zien wat we hebben gehaald. Dik blokje. Dik blok. Wat hebben we betaald voor deze?
65. 65 euro, 50 mm. Geen idee of dat duur is. Dikke shit. Nee, maar de tubes gek. Het was wel een mooie shop daar zo. Die hebben we gehaald. We gaan vanavond even stoken. Gaan jullie later nog allemaal zien. Je was Mies fan van? Ja, ik vond deze pijlen wel lachen. Wat zijn het dan? Saluuts met screen. Ja, dat is wel dik. Ik ben benieuwd. Zo. Zo, die is ook leuk. Ik zeg gek. En even kijken, dan zien jullie bij mijn hand hoe groot die is. Daar ga je op zitten zo meteen? Nee, het zijn 150 shoots. Romeinse kaars, gek. Ja, is wel lachen toch? Het zijn gewoon zo'n 15 Romeinse kaars in elkaar, joh. Maar het ziet er heftiger uit dan het is. Maar je kan hem wel als shellbuis gebruiken daarna. En dit zijn toch die... Nieuwe P2000, ik ken die. Ja, die zijn nieuw. 0,3 gram. Dit is goos. Dat is die nieuwe TP2 is ook 0,3. Oh. Alles is 0,3, man. Hé, maar terwijl het wel klasse 3 is, hè? Meen je dat? Het is F3. Rot op. Zurt. Zo. Maar goed, die... Van Maxim. Die red color dingen waren ook... FP3 New Edition. Zo. In plastic. Zo, ziek. Vroeger was het allemaal in karton. En sinds dat het milieu aan het kut is, gaan ze hier alles in plastic doen. Ziek hoor. Maar die zijn inderdaad wel heel ziek afgewerkt hoor. En dan nog eentje, de laatste. Steek gelijk even eentje af om te testen hier. Evil Barracuda. Dit is uit België toch, goos? Ja. Doe eens de achterkant. Zo. Ja, die kruid lekt. Daarom wist ik dat. Van Belgisch. Oké, lekker stoken. Heb je TikTok gedaan? Nee, want ik vroeg aan jou... Ja jongens, zoals jullie zien, we zijn nu in de auto verder naar die tobacco shop. Die tobacco shop die we gisteren toen we hier aankwamen, zagen we al een soort van shop die 24 uur open zou zijn. Daar gaan we nu naartoe. Omdat die camera blijft liggen. Ja hoor. Ja. Daar gaan we nu naartoe, even kijken wat ze daar hebben. Misschien wel ook nieuwe knaldingen of zo, dan zien jullie zo meteen. Alleen ik hoor jullie natuurlijk ook vragen over, hebben jullie net op de markt shells gezien of wat dan ook? Nee. Nou, we hebben aan die mensen op de markt gevraagd, hebben jullie kugelbommen? Ze gaven wel een beetje aan dat ze die hebben, maar enkel wanneer we ze echt wilden kopen. En ja, helaas kan het gewoon niet meer op YouTube. Het is kat 4, dus alleen maar voor, niet voor de consument. Maar ze hebben ze dus wel, enkel professioneel. Niet dat je per se iets moet laten zien of zo, hoor. Maar ze hebben ze in ieder geval wel. Want ik hoor jullie die vraag stellen al van, hebben jullie shells gezien? Potuki lag het veel meer voor het oprapen. Weet je nog die markt, die Asia Dragon Market? Was je gewoon vroeg daar... Nou, vroeger lag daar gewoon op de markt, gek. We konden zo pakken. Ja, dat was echt ziek. Of achter een pakje koffiebonen of zo. Ja, we gaan nu naar die tobacco shops. In ieder geval even kijken of je... Want hier in Polen heb je allemaal van die kleine shopjes waar dan staat voor je werk. Ga je naar binnen en dan verkopen ze tabak, weet ik veel, waterpijpen en zo. En daarnaast vuurwerk. Dus daar gaan we nu even naartoe. Black Widows. Zijn dit niet die goeie? Triplex. Boedox. Nou ja. Ja man, kijk die vlindertjes. Sustos. Spaans, hè? Elgato. Spaanse vlinders, man. Elgato, ja. Nice. Wel mooie blokjes zo. Waar is de rest dan? Niet wel eens dunbun. Ja hoor. Wel mooi, hè? Maar dit is mooi, man. Ja, deze designs. Een van ons maakte net een slimme opmerking. Volgens mij mag je niet filmen omdat er bij bepaalde winkels meer ligt dan eigenlijk mag. Als je daar filmt, firewerkie, gaan we ook even naartoe. Nou, we moeten dus wel echt opletten met filmen, want ze vinden het niet leuk. Dat hebben jullie waarschijnlijk in een eerdere video wel gezien ook. Nou, wel lauwe dingen volgens mij hoor, toch? Zeker. Firewerkie daar. Hij heeft ook van die kleine pakketjes, kijk daar. Ik had één toch hier. Omdat het hier gewoon tussen de tabak staat, kijk dit. Gewoon een tabakswinkel en dan heb je hier gewoon vuurwerk. Hey, is dat nou 141 slot hier? Ja, waar zo? Welk ding? Die is dan 30 euro, die 19 shots daar. Zo. Ja. Er zijn hier veel sigarettenwinkeltjes die gewoon achteraf wat hebben. Eigenlijk hebben we dat nog nooit laten zien wanneer we hier waren. Maar je kan dus bij verschillende sigarettenwinkeltjes een klein beetje vuurwerk kopen. En het mooie daarvan is dat wij staan hier geparkeerd, als je even hierheen filmt. En daar waren we net, in dat winkeltje hier links. Ja. En die is 24 uur open. Dat wisten we gisteren niet. Maar mochten we bijvoorbeeld vanavond denken, hey, we willen nog meer vuurwerk of we gaan nog wat stoken. Gaan we gewoon daar naartoe. Het is gewoon super mooi dat je hier gewoon in dit soort winkeltjes gewoon je vuurwerk hebt liggen. Alleen vind ik het wel jammer dat deze daar niet waren.
Ja, die Elgato traakkartjes. Maar ze hebben wel echt heel veel keus. Ja man. Althans, van alles wat. Hier waren veel meer blokken. En ja, je hebt op de markt ook kunnen zien wat er op de markt ligt. Maar ja, we hebben dus nu Spaans, heel veel Pools, Tsjechisch. Zelfs Nederlands. Zelfs Nederlands. En ja man. Dus jullie hebben het kunnen zien op de markt. Ik heb het gevoel dat er dit jaar veel meer is. Althans het gevoel, dat is gewoon een feit. Ik ben afgelopen jaren met Jordi geweest natuurlijk, ook in de lockdown. En toen lag er minder vuurwerk, hè Jordi? Ja. En gewoon veel minder. Gewoon... Nu zag ik wel weer een stuk meer, moet ik zeggen. Ja, en vooral dat ene kleine shopje waar we net waren. Daar moest je toen echt zoeken. En nu stond het gewoon zelfs buiten en zo. En er was een nieuwe winkel bij. Jullie hebben het kunnen zien. Dus thanks voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Later.